Goed, Sebastiaan, daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Hey, weet je al wat we gaan maken vandaag? Volgens mij wel, nou, hè? Ja, een bunker heb ik zo genomen. Een bunker, inderdaad. Ik heb het platform deze keer een stuk dieper gemaakt voor ons. Dus dan kunnen we lekker onder de grond gaan werken en zo. Maar je moet natuurlijk ook wel een leuk bunkertje bovengronds hebben. Ja, heb je een beetje een idee of je deze keer gaat winnen? Nou ja, ik heb natuurlijk nu net even wat uitleg gekregen over wat simpele trucjes. Dus ik ga er vanuit deze aflevering wel. Ik wou het zeggen, het is nu wat eerlijker misschien. Ja, precies. Nou, daarom. Ik heb een timer van 30 minuten, dus spring maar naar je platform. Yes. En dan zou ik zeggen, heel veel succes. Goed, de 30 minuten zijn begonnen. Sebastiaan heeft nu ook World Edit geleerd, jongens. Dus hij kan nu ook met dit prachtige houten action kan hij aan de slag gaan om dingen te leren. Laten wij gelijk beginnen. Ik ga dit met stone bricks ga ik dit bouwen. Dat is toch een beetje voor een of andere reden voor mij het blok waarmee je bunkers gaat bouwen. Ik kan ook wel met donkere blokken gebruiken, maar ik vind dit vind ik toch wel gewoon het blok. Oké, laten we eerst even een eilandje creëren. We gaan eerst even een vierkantje creëren, zoals dit. Zo. Dan hierin, in het midden... gaan we een gat maken. Kijk, hoppakee, dat wordt de ingang. Hier omheen doen we nog een ander muurtje. Met iron blocks, om hem lekker beveiligd te maken. En dan nu gaan we van dit hier helemaal... zo gaan we één grote lavapool maken. Dat puur omdat het moet echt zijn... die bunker die kan je bijna niet bereiken. Die bunker is zo ontzettend veilig. Het moet de meest veilige bunker ooit zijn, dit. Niemand mag naar binnen, niemand mag naar de buiten misschien wel. Kijk, en hier wil ik dus misschien nog even een pad maken... dat je alleen via de brug kan hier. Zo. Kijk, dan hebben we in ieder geval hier een soort van een hele veilige bunker al gecreëerd als de entree. Doen we er even wat iron bars omheen. Want kijk, voor Sebastiaan doen we de brug open. Hij moet natuurlijk wel naar binnen kunnen. Maar voor andere mensen moet dit gewoon niet betreden zijn. Alsof we deze brug open en dicht kunnen doen. Daar moet het op lijken. Nou, dames en heren. Vandaag moeten we dus een bunker gaan bouwen. En Max heeft me even een korte uitleg gegeven net over... hoe ik makkelijk blokjes en dingen weg kan halen. Want natuurlijk zo'n heel groot gat graven, ja, dat schiet ook niet erg op. Dat was dat World Edit waar ik het al de vorige aflevering voor had. Heb je die video nog niet gezien? Ik zou zeggen, check die zeker eventjes. Maar Max heeft me dus een uitleg gegeven over hoe ik dat eigenlijk heel makkelijk allemaal kan doen. Dus ik ga nu gewoon een hoek graven. En ik weet niet hoe ver ik hem nou heb. Volgens mij haal ik hier ook per ongeluk een blokje onder mijn voeten weg. En moeten dus een bunker bouwen. En ja, ik heb eigenlijk niet echt een idee... wat ik nou precies wil qua bunker. Maar daar komen we zo meteen wel achter. Even kijken. Dan moet ik hier recht de linkermuis klikken. En dan moet ik verder lopen naar het punt waar ik uiteindelijk alles weg wil hebben. En dat is dan hier. En dan is het //R. En dan... oh. Dit is niet helemaal wat ik in mijn gedachten had. Als het goed is kon ik ook weer /undo doen. Zo, hoppakee. Mooie entree. Laten we nu beginnen met de bunker zelf, want ik wil daar de meeste tijd aan besteden. Althans, ik denk dat ik nog één dingetje hier even ga doen. En dat is dit zo. Dat ziet er leuker uit. Zo'n dun randje in plaats van zo'n dik randje. Hoppakee. Dan gaan we met koper gaan we de deur open laten staan. Kijk, het is zo'n prachtige deur zoals dit. Die natuurlijk gewoon open staat. Een soort kluisdeur is het. Zo. Zo. Hoppakee. En dan hier natuurlijk een systeempje die hem dichtklapt. Zo. Kijk, nu is het net alsof de kluis de deur open staat van de bunker. Doen we er nog een bulb in. En die kunnen we aanzetten waardoor die ook nog licht geeft. Oké. Kijk, nu is dit officieel helemaal van boven klaar. Hij staat open hier. Het is de kluisdeur. Lijkt het wel op de bunkerdeur. Laten we nu een gat naar beneden graven. Zo. Dan gaan we van dit gaan we blokken maken. Dan dit randje hier gaan we nog even leuk maken. Alsof de kluis daadwerkelijk een soort gul heeft waar die in kan klikken. Hier, dit is waar de deur zeg maar in kan klikken. In dit systeem hieronder. Even kijken. Toch even een keertje opnieuw proberen. Want dit ging niet helemaal zoals ik het wou. Ik doe dan, kijk, // want was het. Zo. Dan doe ik hier positie 1. Dan doe ik hier positie 2. En dan was het // R. En dan hoop ik... ja, enigszins is dit wel oké. Niet helemaal wat ik wou, maar ik pas hem nog wel even aan. Even kijken. Hier 1. En dan doen we hier 2. En dan is het weer // R. En dan... kijk, nou hebben we in ieder geval iets van een bunker. En ik weet nog niet wat voor bunker Max nou precies bedoelt verder. Dan haal ik dit nog even, dit randje snel weg. Dit kan je beter even zo doen. Ik denk dat ik gewoon eerst met een huisje begin of zo. Iets van een huisje erbovenop. Dat lijkt me wel het leukste om te beginnen. Ik ga even kijken in mijn inventory wat ik dan precies kan pakken. Ik zie hier wel zo'n mooi stenen blokje. Dat lijkt me wel leuk om te gebruiken. Dus die pak ik dan en dan gaan we gewoon een klein, simpel rothuisje bouwen. Het hoeft ook helemaal niet groot te zijn. Hè? Het gaat om het idee. Het gaat om het idee. Dus dan is dit wel prima. Uiteindelijk wil ik de bunker ook... in de bunker wil ik de meeste moeite hebben zitten van alles. Even kijken. Kan hier een raampje bij. Hier kan een raampje. Zo. Hier dan weer niet. Hier. 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 Zo. En dan
doe ik hier verder gewoon de blokken op. Goed, dan maken we met Cobalt Deep Slate Stairs maken we de trap. En dat is in principe ook heel simpel gedaan. Gewoon een spiraaltrapje naar beneden. En we zijn pas 5 minuten bezig, jongens. We hebben nog alle tijd. We hebben letterlijk alle tijd. Hier, kijk, we hebben hier nu een spiraaltrap naar beneden zo. Hoppakee, dat ziet er heel cool uit naar mijn... Oh, dit ziet er echt heel goed uit. Oké, dan gaan we hier de ingang van de bunker maken. Dat je iets doorloopt zoals dit. Even de stone bricks door laten lopen. En hier zit dan nog een kluis. Of een kluisdeur. Weer van koperblokken. Gewoon dezelfde blokken gaan we gebruiken daarvoor. Zo, dit is waar de deur ongeveer komt. En hij staat natuurlijk weer open. Want we moeten wel gewoon naar binnen kunnen. Althans, wij moeten naar binnen kunnen. Niet iedereen. En Sebastian moet naar binnen kunnen. Weer met zo'n groot lichtknopje in het midden. Die zetten we even aan. Trapdoors er tegenaan. Dan met iron bars markeren we het randje hier. Waar die dan in vastklikt. Zo, kijk, dit is precies het randje waar hij in vastklikt. Dan ga ik reinforce deep slate hier gebruiken voor de vloer. Want dat ziet er gewoon echt heel cool uit, dit. Oh ja, dat ziet er cool uit. Oké, laten we dan nu de bunker zelf maken. Hier nog heel even zo een mooi wit randje. Chiseled stone bricks in het midden hier. Zo, oké, hier komt de bunker. Laten we eventjes een ruimte maken. Kijk, dan hebben we een hele mooie ruimte hier waar we kunnen beginnen. Ik denk dat ik dan met polished andesite ga werken. Omdat we hier eerst gewoon even een entree maken, zo. Moet hier nog even eentje hoger. We moeten oppassen dat we niet te hoog gaan. Want dan komen we natuurlijk bij de lava die we net geplaatst hebben. Dat is ook niet helemaal de bedoeling. We gaan eerst even gewoon mooie muren maken. Dan pak ik weer een deurtje. Want dan gaan we hier even 2 deuren in plaatsen. En dan wil ik ook nog glas hebben voor de ramen van het huisje. En dan moet ik zo nog even kijken wat ik wil verzinnen voor een dak. Oké, nou, dit heb ik staan. Dit is in principe gewoon een prima huisje. Dan wil ik nog even kijken voor een dak, wat ik daar mooi kan doen. Ik zit te kijken, kan ik niet gewoon dit als dakpannen gebruiken? Voor mij zou dat gewoon moeten kunnen, zou je zeggen, toch? Dat ik hier dan nu hier een hoek, of het is een puntdak, hoekhuis. Maar een puntdak van maken. Even kijken hoe ik dit dan doe. Kijk, dit werkt dan weer niet. Dus dan moet ik... Nu het zo doen. Volgens mij kom ik er dan wel. Als ik het zo doe. Kijk, dit lijkt te werken allemaal wat ik wil. En dan hetzelfde aan de andere kant. Dan heb ik gewoon een mooi dak voor mezelf. En eigenlijk was dit ongeveer ook een soort gelijk dak. Als ik in de allereerste aflevering wou doen met de McDonald's bouwen. Toen wou ik ook een soort van puntdak. Maar nu beschoot ik me gewoon te binnen van joh, ik kan ook gewoon dit gebruiken. En dit lijkt wel gewoon in ieder geval al een heel stuk beter op een huis dan wat ik eerst altijd zou bouwen. Maar goed, dan gaan we nu naar binnen toe, want dan is het nou de tijd om de bunker echt te gaan bouwen. Ik heb hier een ingang en ik wil even kijken of ik een ladder kan pakken. Want het moet natuurlijk wel gewoon makkelijk en simpel omhoog en naar beneden kunnen. Hier pakken we dan een ladder en die zetten we dan gewoon hier. Oh nee, wacht even. Die zetten we dan hier. Zo, erin. Kijk, hatzee. Dan gaan we nu even een torches plaatsen. Want ja, ik moet natuurlijk wel een beetje licht hebben, want het is heel erg donker hier allemaal. En die gaan we gewoon een beetje random neerplaatsen, zodat we gewoon genoeg licht hebben hier binnen. En dan kunnen we zo meteen even kijken wat we precies willen gaan plaatsen. En ik denk dat ik gewoon eventjes een fotootje op Google op ga zoeken van een bunker. Want ik heb zelf niet echt een heel goed beeld bij, wat ik nou eigenlijk precies wil hebben. Dus dat ga ik nou wel even doen. Ik wil een aantal dingen in onze bunker hebben. Gewoon wat er sowieso een bunker moet hebben. Om gewoon te kunnen overleven. Laten we beginnen met de slaapkamer die hier komt. Gewoon een plek waar we... Of de eetkamer of zo. Nee, ik heb een veel beter idee. Zo. Hier doen we groen glas. En dan vraag je af waarom groen glas? Wat is dat nou weer voor raars? Maar wat ik van deze ruimte hier ga maken, jongens. Dat moet je in een bunker hebben. Want in een bunker moet je jaren kunnen overleven. Hè? Dat is het idee. Dat is het idee. Je moet hier jaren kunnen overleven. Je wil natuurlijk niet verhongeren in zo'n bunker. Je wil gewoon als je hier komt. Dat je denkt, oké, ik zit hier nu tot over 2 jaar buiten lucht. Dit is gewoon mijn nieuwe leven. Dus wat wij daarvoor gaan doen. En ik denk dat dit echt heel leuk kan gaan zijn. Ik weet zeker dat dit heel leuk gaat zijn. Hier omheen ook eventjes deze dingen hier. Dan doen we wat ferns pakken. Wat farmland. Wat potatoes. Zaadjes. Boommeel. Oké, en dan weet je natuurlijk al wat ik hier allemaal van plan ben. Dat is in principe al heel simpel geraden nu natuurlijk. Wat wij hier gaan doen is de grote eetruimte. Dat was eetruimte waar het kunstmatig eten wordt gemaakt in zo'n farm. Of in zo'n bunker. Hier wordt gewoon kunstmatig eten allemaal gemaakt. Dan doen we ook nog even een leuk bloemetje erbij. Hier deze, hoppakee. Ja, dan nog even een goed vloertje erin. Ik denk calcite. Calcite is zeker leuk.
Nog even een goed muurtje hier. Green concrete powder. Het is echt een groene ruimte, dit. Hier natuurlijk ook zo. Kijk dit dan eventjes, jongens. Dit ziet er toch goed uit. Een plafonnetje erin. Diorite doen we ervan. Lekker een beetje rommelig. Slash wel. Oh, dit ziet er goed uit. Oh, dit ziet er echt heel goed uit. Dit is... Ja, yo, kijk dit dan. Oké, dat is één ding die we nu hebben. Hoe lang hebben we nog? We hebben nog 18 minuten. We gaan de deur gaan we open doen. Hendeltje erbij. Dan één laatste ding nog. En dat is hier lampen. En dat doen we met endrots. Gaan we lampen creëren. Zo... Zo, en dan zo. Kijk, dan hebben we hier lampen gecreëerd. Goed, de volgende ruimte, die gaan we precies gespiegeld aan de andere kant doen hier. Dan gaan we, denk ik, even kijken, de opslag maken. Hier komt de opslag en dan daar doen we de slaapkamer. Dan hebben we een eetruimte waar kunstmatig eten wordt gemaakt. Hier doen we een opslag en daar doen we de slaapkamer. Dan hebben we alle belangrijke dingen. En omdat opslagkisten natuurlijk een beetje bruin zijn, gaan we hier bruin glas in doen. Deurtje erin, die doen we ook open. Dan hendeltje erbij, zo. Een calcite vloertje weer erin. Dat calcite vond ik namelijk wel heel leuk staan. Goed, zover ik heb gekeken kun je eigenlijk alleen echt kastjes en dergelijke vinden. En tafeltjes in een bunker. Dus ik ga dat gewoon, denk ik, proberen te plaatsen. Dat het gewoon een beetje een bunker moet zijn. Alsof je, weet ik veel, de oorlog moet overleven of zo. Ik ben er nou maar even toch snel eventjes ietsjes dieper aan het graven. Ik denk, ja, dit kan ik in principe wel even met de hand gewoon makkelijk doen. Ik denk niet dat dit heel veel uitmaakt qua tijd. Ik denk dat we gewoon gaan beginnen met tafeltjes weer en dingen. Dus dan pak ik deze weer erbij. En dat had ik de vorige keren... Had ik ook mooie tafeltjes gemaakt. Nou, trouwens, Max die had een heel leuk... De eerste McDonald's had hij een heel goed idee. Even kijken, een fence was dat volgens mij. Even kijken, hij had een hek, had hij. En hij had dan vervolgens een carpet daarop geplaatst. Even kijken hoe dit dan werkt. Dus dan zou ik hier even kijken. Hier plaats ik een stoel, hier niks, hier een tafeltje. En dan daarop deed hij dan... Kijk, dan heb je gewoon een tafel, wauw. En dan doe je deze, doe je dan hier zo. Kijk, dit ziet er al een stuk beter uit... Als wat ik voorheen had gemaakt. En dan doen we dat hier hetzelfde. En dan doen we gewoon hier een tafeltje. Zo. Kijk, dan moet ik hem niet daar plaatsen. Die haal ik dan weer weg. En dan kan ik even kijken. Hier zo kan ik dan dit plaatsen. Dan heb je in ieder geval een tafeltje waar je gewoon aan kan zitten. Nu zit ik even te kijken voor iets van een kast of zo. Maar ik weet niet hoe dat... Ja, ik... Je moet wel kasten hebben, toch? Lijkt me. Ja, dit wordt toch wel even een dingetje. Ik kan geen kast vinden, maar ik weet wel dat ze bestaan in Minecraft. Dat is een beetje het ding. Functional blocks. Je zou zeggen dat je in een kast iets moet kunnen opbergen, zodat het dan een functional blok is. Volgens mij moet je een boekenkast hier maken, of zodat je dan meerdere items doet. Maar ik heb geen idee hoe dat moet. Dus ik ga dan maar iets anders zoeken wat dient als boekenkast. Ja, dan moet Max maar even een beetje zijn creativiteit gebruiken om dat te zien als boekenkast, zeg maar. Ja, wat is het een beetje... Wat lijkt er het meest op een boekenkast of een kast in het algemeen? Ja, eigenlijk niks. Dat is een beetje het vervelende. Oh, hier, wacht. Ik pak gewoon een chest. En dan stapel ik gewoon meerdere chests op elkaar. En dan, ja, is dat een kast. Maar kan je dan ook... Ja, dat kan gewoon. Kijk, top. En dan plaats ik... Even kijken, waar kom je ook weer naar binnen? Oh ja, dit is ook niet slim wat ik heb gedaan. Hier onder die trap. Dan val je meteen daarop. Nou ja, goed, maakt niet uit. Het gaat om het idee. Hier doen we deze terracotta onderop. En ook bovenop. Ertussenin doen we bruine concrete powder. Als plafond doen we weer diorite. Ja, dit is leuk. Dit is leuk. Ik ben benieuwd hoe Sebastian het doet. Want hij heeft nu ook World Edit geleerd. Dus hij zou nu... Kijk, mooier bouwen, dat is natuurlijk een groot verschil. Want hij speelt gewoon niet zo vaak Minecraft. Tot dan is het nooit zo vaak gespeeld. Maar hij zou wel meer kunnen doen nu. Gewoon, meer zou bijna wel moeten zelfs. Ik ben echt heel benieuwd. Oké, we hebben de ruimte gecreëerd. Dan gaan we barrels, kisten en de chest en veel. Dit is gewoon een beetje misschien de werkruimte slash opslagruimte. Kijk, laten we eerst hier eventjes zo de kisten creëren. Met trapdoors erbij. Zo, hoppakee. Zetten we er ook een leuk bureautje bij. Hier, kijk. Zo, hoppa, 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 hoppa. En dan die hier trapdoors er tegenaan. Kijk, dan hebben we hier een leuk bureautje. We hebben nog 15 minuten, jongens. We zijn ongeveer op de helft en het gaat echt ontzettend goed. We zijn een hele leuke bunker hier aan het creëren. En één keer één painting doen we er zo bij. Hoppakee, dan heb je een leuk bureautje daar staan. En veel barrels hier. Kisten tegenaan, die er tegenaan. Kisten bovenop. Met chains laten we nog wat leuk hangen hier. Even kijken, dat doen we zo. Hangen we een bel aan. Ik weet niet waarom. Net trouwens, die bel hangen we echt eraan. Zo, die hangt daar. Zo, zo, zo. Hoppakee, dit ziet er wel leuk uit. Dan hier nog in het midden een klein stationnetje met een composter of zo erbij. Composter. Een furnace doen we er... Nou, nee, niet een furnace. Een loom doen we erbij. Hoppakee. Trapdoors er tegenaan. Flowerpot erop. En dan twee leuke bloemetjes. Allebei wit voor een of andere reden. Dat matchen wel met de witte vloer die we hier hebben. Oké, dan hebben we ook een opslag gecreëerd. Dan gaan we alleen nog heel eventjes
hetzelfde doen als aan de andere kant. Dat zijn namelijk lampen creëren. Zo, zo. Lampjes ertussen. Hoppakee, dan hebben we hier... Wacht even, hij moet andersom. Leuke lampen gecreëerd. Oké, dit ziet er goed uit. Oké, dit ziet er echt heel leuk uit. Ja, dat is leuk. Ja, ik wil zeg maar een bunker bouwen alsof je moet overleven. Dus als we nou nog een apart pad kunnen maken voor bijvoorbeeld een badkamer. Dat is misschien wel... funny om te doen. Dat je echt een aparte ruimte maakt, waar je gewoon dan ja, kan douchen eigenlijk. Even kijken, dan maak ik hem hier open. Ja, dit maak ik wel even zo'n, gewoon zelf met de hand, omdat ik eigenlijk even wil kijken hoe breed en zo ik het wil maken. Even kijken. Dan plaats ik hier nog even twee deuren weer. Hatsé. Ja, wordt het hier gewoon wat groter. Even kijken, dan ga ik hier weer wat toortjes ophangen. Heel raar voor in een badkamer, maar goed, hé, je moet wat. Zo, ik denk dat dit mooier is qua toortjes. En dan ga ik even kijken of ik iets van, ja, iets van een of je iets van een badkamerinterieur hebt in Minecraft of zo. Ik heb geen idee. Nee, niet echt. Dat is meer een beetje het ding. Ik wil eigenlijk hem, ja, ik ga hem denk ik blauw maken. Denk ik tenminste. Ja, ik ga denk ik gewoon dit blok pakken om duidelijk te maken, veel, dit is een badkamer. Kijk zo, want vaak in de badkamer moet je altijd ook even een stukje omhoog lopen. Dus dat is wel duidelijk. Dan maak ik hier nog even ruimte voor. Twee torches, zodat je daar ook licht hebt. Kijk, dan komen we er wel. En dan hier ook maar eventjes zo. Ik moet het symmetrisch houden. Hatsé. Dan moet ik hier even kijken of ik iets van een douche kan pakken. Dus noemen we water. Misschien dat ik dan iets kan vinden. Je moet toch wel iets van een kraan hebben of zo. Anders dan begin ik gewoon eerst weer met de douchecabine bijvoorbeeld. Misschien dat dat handiger is. Dat water dat kan straks nog wel komen. En anders kan ik altijd nog zeggen, van, joh, ik kon het gewoon niet vinden. Even kijken, douchecabine die... Oh, dit is wel vervelend. Dat je hier natuurlijk nu niet hier nu ruimte onder hebt zitten. Ja, of ik moet dit allemaal weer weghakken, maar daar heb ik ook niet zo zin in. Ik snap het allemaal niet meer, dames en heren. Ik ben helemaal in de war. /want wil nou ook niet meer werken. Ik ben niet voor niks een noob, oké? Ja, dan moet ik het maar gewoon zo doen. En dan, ja, dan houdt het maar even op, denk ik. Even kijken, zo. En dan zo. Dan moet ik eigenlijk even een deur hebben. Die kan, denk ik, die kan überhaupt niet geplaatst worden, natuurlijk. Shit. Ja, dan maar zo. En dan weet ik nog niet of die deur nog wel open wil en dicht wil. Nou, dat wil die nog wel. Oké, water. Ja, hoe ga ik dat oplossen? Ik begin helemaal in de stress te schieten. Misschien dat jullie dat wel merken. Maar ik weet gewoon niet zo goed... Oh, dit kan ik alleen maar opdrinken. Ja, maar dan schiet ik helemaal niks meer op. Oh, wat is dit? Ja, als ik hier water ingooi, dan ben ik bang dat de hele boel overstroomt. Oh, dat hoeft ook. Oh, dat valt mee. Maar ja, het is nog denk ik nog steeds niet helemaal... Oh, nee. Nog steeds niet helemaal duidelijk dat het als badcabine, als douchecabine moet functioneren. Waarom gaat het water? Dit had ik de vorige aflevering ook. Waarom stopt het water nou niet? Hou op! Laat met rust! Oh, dames en heren, wat gaat er dan nou? Waarom? Oké, heb ik het nou gefixt? Volgens mij wel. Oké, dan plaats ik hier even opnieuw een deur en dan moet het denk ik wel goed zijn. Zo. Ja, niet helemaal wat ik wou, maar goed, weet je, een douchecabine. Ja. Dit is echt heel slecht. Mushroom stem gaan we gebruiken. Ik weet niet waarom, maar dat vind ik een mooi blok hiervoor. Dan hier gaan we even dit creëren. En dan zal je afvragen waarom, maar dat is puur om het een beetje rond te laten lijken. Gaat een beetje een ronding geven, dit dak. Ja, en dat is ook wel aardig gelukt als ik het zo zie, jongens. We hebben een beetje een ronding hier. Het is echt een bunker aan het worden, dit. Oké, laten we gelijk doorgaan met de laatste ruimte. En dat hebben we nog 12 minuten voor. Dan kunnen we daarna boven zelfs nog een aantal leuke dingen doen. En dat is de slaapkamer, of de het slaapverblijf, waar we gewoon kunnen slapen. Oké, hier is de muur, dus we kunnen niet veel verder dan dit. Dat betekent dat we opzij moeten gaan. En voor de slaapkamer gaan we weer eerst met zo'n ijzeren randje werken. En dan gaan we gewoon... We werken in gradaties. Hier zit ook weer zo'n deur. We gaan hier gewoon weer precies dezelfde soort deur plaatsen. Dan wil ik eigenlijk gewoon weer een keukentje gaan maken. En wat nou als ik die deur van de keuken gewoon letterlijk aan de tegenovergestelde kant doe? Oh ja, en een slaapkamer is nog wel leuk om te maken. Even kijken, dan ga ik hier de keuken maken. En die wil ik, ja, die kan wel wat groter op zich. Ik besef me trouwens dat we al bijna op de 20 minuten zitten van de 30. En dat ik eigenlijk bijna niks heb. Dit is echt ik moet echt door gaan bouwen. Dit is echt vreselijk dit. Oké, dit ziet er goed uit. Deze deur staat ook weer open. Enig is dat hier nu wel de muur zit. Dus we moeten even kijken hoe we dit gaan doen. Eerst even de muren dichtmaken. Ik heb al een idee. We gaan hier gewoon een trap naar beneden maken. Dan hebben we beneden hebben we meer ruimte. Heb ik daar tijd voor? 10 minuten de tijd. Misschien wordt dit de grootste fout tot nu toe. Maar we gaan het zien. We gaan het meemaken. Gaat dit de grootste fout ooit worden? Nee, ik denk dat dit wel goed gaat komen, jongens. Ik denk dat dit wel goed gaat komen. /set 0. Even wat lampjes toevoegen. Nee, kijk nou. Dit is helemaal prima. Niks aan het handje. Niks aan het handje. Gewoon deze ruimte even een beetje dichten. Kijk, en dan moet ik hier de toortjes erbij pakken. En die zet ik dan gewoon hier neer in de plek van het water in de inventory. En dan ga ik hier weer iets van licht plaatsen. En hier.
Dan haak ik dit nog even weg. En dan komt hier dus de kookplaat. En ik denk dat ik die gewoon hetzelfde ga doen als de vorige keer. Volgens mij had ik toen iets van iron? Nee, metal. Hoe heet dat ook alweer? Oh, ik begin nu echt te stressen, dames en heren. Want ik heb echt zo weinig tijd volgens mij nog over. Even kijken. Ik gebruik dit maar. Ik weet niet wat dat is, maar het ziet eruit als iets van metaal. Totaal niet zelfs. Laat maar zitten. Oh, god. Waar staat het nou? Volgens mij scroll ik er ook echt 10.000 keer overheen. Oké, weet je wat? Ik gebruik dit dan maar. Ja, boeien. En dan fire. En dan zetten we die er ook weer op. Oh, kijk. Dat had ik, die torches waren niet eens nodig geweest. Dan had dit ook genoeg geweest. En dan wil ik eigenlijk ook nog even iets van een aanrecht maken. Zo. Ja, en dan is het gewoon het aanrecht, zeg maar. Prima. Dan hebben we eigenlijk best wel veel al om te leven. De tafeltjes. Een badkamer. En wat hoort er nog meer bij een huis of een bunker? Een slaapkamer. Dus die gaan we dan nu maar even maken. En ik denk dat ik die gewoon hier... even kijken. Ja, hier zou gaan hakken. Oké, we kunnen aan de slaapkamers beginnen. De slaapkamers moeten iets gezelliger zijn dan de andere ruimtes. Dus daarvoor gaan we hout gebruiken. Dat je voor je gevoel hier ineens in een hele gezellige ruimte komt. Beetje warm. Het moet hier warm zijn. Als je binnenkomt, denk je... Ah, ik ben thuis. Dat gevoel moet het hebben. We hebben nog 7,5 minuut, jongens. Dit moet goed komen. Maar het wordt wel een beetje spannend. Het wordt wel altijd toch een beetje krap. Stiekem. Dark ook planks erin. Het moet echt lekker warm zijn hier. Dat je gewoon... je voelt je ineens helemaal thuis. Ineens uit het niets voel je helemaal thuis in deze ruimte. Zo, hartstikke gezellig. Gaan we de muren nog even een beetje decoreren. Ik vind het ook wel leuk, zoals ik nu een beetje doe, dat je een beetje hoogteverschil hebt in de muren. Want anders wordt het zo echt zo'n hele standaard bunker. Oh, en volgens mij zit ik hier nou tegen de rand van de border aan. Dat weet ik wel vrij bijna zeker, inderdaad. Ja, dat is niet helemaal handig. Goed. Dan laat ik het hierbij verder. Qua de slaapkamer. Dan ga ik nog even wat torches plaatsen. Daar eentje, daar eentje. Jullie moeten me gewoon voorstellen dat dit gewoon nog dezelfde soort materiaal is als de rest van de bunker. Even kijken. Hier eentje, daar eentje. En dan plaats ik er ook even een paar in de gang. Dat het echt een beetje goed belicht is uiteindelijk. Zo. Plaats ik hier nog een bed. Plaats ik... hier nog een bed. En ik wil eigenlijk hier ook nog een bed hebben. Maar ja, dat gaat lastig vanwege die ingang natuurlijk. Of ik plaats er gewoon twee naast elkaar. Zo. Kijk, ja, dit is misschien wel handiger. Dan heb je in ieder geval genoeg slaapplekken. Oké, dikke prima. Nu gaan we een aantal bedden neerzetten. Ik ga er ook gewoon wel grijze bedden van maken. Kijk, ten eerste komen een aantal bedden hier tegen de randen aan. Want we kunnen meerdere mensen in deze bunker overleven, jongens. Meerdere mensen tegelijk. Zo, dat zijn de eerste bedden. Dan gaan we de tweede bedden gaan we hier doen. Of de tweede groep bedden bedoel ik. Oké, dan hebben we daar het aantal bedden staan. Dan gaan er ook nog een aantal bedden hier in het midden staan. Het is echt gewoon letterlijk de slaapdingen. Ik zei dat je je thuis ging voelen, maar het is eigenlijk meer gewoon een hok waar je in terecht komt. Je komt eigenlijk meer gewoon echt in een hok terecht waar je moet slapen, jongens. Dit is het gewoon. Het is wel warm hier qua ruimte, maar het is wel heel erg letterlijk warm, want je ligt heel dicht op elkaar. Nog wat planken in het midden hier. Kunnen we daar ook nog eventjes even kijken. Deze tegenaan doen zo. Maar het is niet verkeerd, deze ruimte. Ik bedoel, het ziet er misschien een beetje grimmig uit zo. Maar het is ook weer niet verkeerd. Zullen we even gewoon een soort grote painting hier ophangen als mensen, dat mensen een soort van het gevoel hebben dat ze nog vrij zijn. Dan kan ik gewoon een ruimte met allemaal bloemetjes en dingen. Is misschien wel grappig voor het idee. Uiteindelijk, ja, het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar weet je, ik moet wat met mijn tijd. Dus ik denk dat ik dan maar gewoon een leuke tuin ga maken. Gewoon het idee hebben alsof je gewoon nog in de natuur bent. Terwijl je eigenlijk gewoon helemaal onder de grond zit. Ik denk dat dat misschien nog wel leuk is. En ik denk dat het ook wel handig is als ik hem gewoon zo blijf houden. Dat je als je hier naar binnen kijkt, dat het hier eigenlijk gewoon een hele kamer is. Die eigenlijk gewoon compleet groen is. Ik denk dat dat wel leuk is. Nee, dat krijgen ze niet. Het begint bijna een gevangenis te worden, jongens. We gaan hier gewoon armor stands neerzetten, want dat is de kleding van de mensen. Dan gaan we alle soorten armor gaan we gewoon even dumpen hier. Chainmail, ijzer, een turtle helmet, diamond helmet, netherite en gold. Nou, trouwens, die turtle gaan we weghalen, want daar gaan we een leather setje van maken. Zo. Nog 3 minuten! Oh, ik ben de tijd helemaal vergeten! Ik ben de tijd helemaal vergeten! Oh mijn god, dit is zo zonde van mijn tijd wat ik nu aan het doen ben, maar het ziet er wel heel cool uit. Het ziet er wel heel, als dit af is, ziet het er heel cool uit. Zo, kijk, dan heb je in ieder geval een ruimtetje. Dan wil ik even kijken, gras heb je natuurlijk gewoon, grasblokken. Wat is dit? Short grass. Dat heb ik nooit gezien volgens mij. Is dat wat? Maar ik kan het niet eens plaatsen. Hé? Oh, dan moet ik denk ik gewoon grasblokken gaan plaatsen. Maar dan is het ook nog maar even goed dat ik dit allemaal weghaal. Want anders dan wordt het natuurlijk allemaal hoger. Dan komt het weer één hoger en dan wordt het heel
Maar twee blokken hoog deze ruimte. En dat is ook wel een beetje aan de lage kant. Dus even kijken, dit haal ik allemaal weg zo. Even kijken, en dan wordt het dus gewoon grasblokken plaatsen. Oké, ik denk dat dit dan helemaal goed is. Dan ga ik hier nog wat barrels en wat chests doen waar mensen hun persoonlijke spulletjes kwijt kunnen. Zo, hier een beetje en hier een beetje. Hoppakee. Hangen we hier ook wat lanterns aan het plafond. Om dat warme gevoel terug te brengen. En dan gaan we een carpet toevoegen en die wordt... rood. Is dat leuk? Zo hebben we nog een tapijtje hier. Hier nog een leuk tapijtje geplaatst. Zo. Hier ook nog een leuk tapijtje erbij. Deze even iets inkorten. En dan maken we een bruin tapijtje van deze. Ik vind dat rode vind ik toch wel heel heftig. Even kijken, hoe is bruin? Oh, bruin is veel beter. We gaan van alles bruin maken. Zo. Ja, veel beter. Oké, dan denk ik dat we hem hebben. Dan kan ik nog een paar aantal dingen aanpassen. Even kijken hierboven. Klopt alles. Alles ziet er goed uit. En dan wordt het even kijken. Je hebt vast wel iets van flowers, toch? Ik wou net zeggen. Ik dacht dat ik meer flowers zou hebben. Maar kennelijk valt het best tegen of zo. Nou, dan plaats ik maar gewoon alles in mijn inventory qua bloemetjes en dingen die ik hier zo zie staan. Nou, dat zijn er niet heel veel. Maar hey, weet je, so be it. Dus hier nou gewoon dit een beetje zo. Let's see. Dan maak ik hier een mooi bosje. Even kijken. Hier een mooi bosje van... weet ik veel wat het zijn, bloemetjes. En dan hier ook. Ja, ik wil eigenlijk een fonteintje hebben of zo. Dat zou ook nog wel leuk zijn. Maar ja, dames en heren, het is het lastig. Ik wil heel veel bouwen. Ik heb heel veel ideeën. Maar ik heb gewoon geen idee hoe dingen werken. Dat is gewoon het vervelende. Misschien nog wat hanging signs. Zo, sector 1. We hebben nog minder dan een minuut. Hier, sector 1. En dan gaan we hiervan maken door deze hier. Sector 2. Hoppakee. Hebben we hier sector 1 en sector 2. Oké, dit ziet er goed uit, jongens. Dit ziet er goed uit. Ik denk dat we alles hebben wat we nodig hadden. Of ik maak gewoon een klein... een klein beekje of zo. Klinkt heel random, ik snap het. Maar weet je, ik moet wat. En dan hier zand. Ja, dat is een leuk idee. De zand omheen doen. Ik kom wel op ideeën, maar ja, ik moet gewoon heel erg simpel denken. Want als ik te uitgebreid ga denken, dan kan ik het gewoon... nooit bouwen. Even kijken, cent. Nou, dat moet ik wel kunnen vinden, denk ik. Kijk, cent. Ja. Kijk, waarom doe ik dat gewoon niet hier? Gewoon ook zand in. Dan, dat is veel logischer dan dat je daar gras hebt zitten. En dan plaats ik nu water. Goed, dan heb ik hier nu een mooi beekje. En het is helemaal niet symmetrisch, zie ik nu eigenlijk. Sebastian, het is tijd. Is het nu al tijd? Het half uurtje zit erop. Oh, mijn god. Oh, jee. Is het wat geworden? Ja, dat wel, denk ik. Ik ben heel erg benieuwd naar de verschillen vooral van onze punten. Ja, ik zag je naam veel onder de grond. Dus ik denk dat je heel druk daar bezig bent geweest. Ik zal eventjes hier, hoppakee, de muur wegtoveren. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ja, oké, zijn we er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Daar komt-ie. 3, 2, 1, boom. Oké, we zijn voor wat verschillends gegaan, denk ik. Ja, allebei. Heel erg inderdaad. Ik ben voor een overduidelijke bunker gegaan en jij bent waarschijnlijk voor een soort verstopte bunker gegaan. Juist, ja, precies. Oké, dan ben ik wel heel benieuwd. Nou, laten we zoals gewoonlijk bij jou beginnen. Ja, jij zei een bunker en ik zat een beetje te kijken van, ja, wat voor bunker wil ik nou eigenlijk maken? Dus ik kwam op het idee, stel nou, er breekt oorlog uit, dan wil je natuurlijk ergens gewoon kunnen schuilen en eigenlijk gewoon je leven verder kunnen leven. Dus nou, goed, hier het huisje. Hij zit verstopt onder in een huisje eigenlijk. En dan moet ik even kijken hoe ik de grond in kan. Ladder dus kijk, zo. Dan gaan we met de ladder naar beneden. Moet ik eerst of? Hier. Ja, kijk. Sommige dingen gingen niet helemaal zoals ik het wou. Ik wil hier bijvoorbeeld boekenkasten hebben. Nou, ik wist niet hoe ik een boekenkast kon maken. Dus ik denk, dan gebruik ik maar van die kisten. En dat moet je maar even zien als een boekenkast. Het zijn bookshelves, heten die dingen. Deze wilde je hebben. Ja, die wilde ik inderdaad hebben, ja. Precies, ja. Oké. Nou, toen heb ik hier even twee tafeltjes gemaakt. Dat je denkt, ja, weet je, je moet ook een keertje kunnen eten. En vanaf de eerste aflevering had je natuurlijk deze dingetjes gemaakt. Van de je snapt het, de tafels! Kijk, ja, daarom. Ja, je snapt ik heb het, je opgelet. Weet hoe je tafels moet maken. Ja. Goed zo. Dan beginnen we maar hier. Ik heb ook een keukentje gemaakt. Ik denk, je moet ook eten kunnen koken. Dus hier is dan de keuken. Hier heb je dan het aanrecht, die vierde blok hier. Dat moet je aanrecht voorstellen. Oké, kan eten koken, dat is belangrijk. Daarom. Dan gaan we hierheen. Dan heb ik hier de slaapkamer. Zo groot, moet ik zeggen.
Ja, het is echt heel groot. Ja, het is wel groot. Je hebt een grote bunker gebouwd. Ja, ik heb hier dan wat bedden dat je hier kan slapen. Ja, ik zat hier tegen, tegen de zijkant van het van oh, de lap aan. Maar, ja, had ik ook. Ja. Had ik op een gegeven moment ook. Dus ik denk, nou, weet je, dat moet je dan maar even negeren. Maar je hebt mijn looms dichtgebouwd. Ja, ik denk even snel dichtplaatsen. Okay. Dan hebben we even kijken. Hebben we hier nog de badkamer? Ja, en dat is eigenlijk heel erg mislukt. Oh, badkamer. Wow. Wat is dit? Ik wou... Nee. Ik denk, nou weet je moet natuurlijk badkamer hebben. Die is vaak een beetje blauwig of met witte tegels. Dus ik denk, ik plaats die tegels hier. Dus ik die tegels geplaatst. Vervolgens denk ik, nou, dan maak ik een douchecabine. Nou, toen kwam ik er al achter dat ik hier die glazen blokken niet meer onder kan plaatsen. Dus je hebt hier, zeg maar, een stukje lege ruimte. Nou, toen het volgende probleem was, ik kon geen douchekop plaatsen. Of iets vinden wat als douchekop kon functioneren. Dus ik dacht, nou ja, ik plaats het hier maar vol met water. Zodat je nog enigszins idee hebt dat je hier kan wassen. Je kan een beetje badderen gewoon hierin. Precies. Je kan een beetje badderen, oké. Nou, het idee is er. En je hebt een badkamer. Daarom. En toen als laatste heb ik nog het idee gedacht van, joh, weet je wat nou, iets heel randoms. Je wil natuurlijk ook een beetje voelen dat je in de natuur zit buiten. Ja, dus toen heb ik hier een klein... Ik heb hier een klein vijvertje of een strandje gemaakt. Met stroming. Met dan, net de Nederlandse zee dit. Ja, zo. Precies. Met wat bloemetjes en zo erbij. Oh, en leuk. Ja, dat is het eigenlijk wel zo'n beetje. En hoe kom je eruit zonder te vliegen? Ja, daar heb ik niet over nagedacht. Dat is gewoon eenmaal erin, nooit meer eruit. Ja, je zit je gewoon voor eeuwig vast. Oh, ja, het is wel leuk. Je hebt aan heel veel dingen gedacht. Daar ik niet aan gedacht heb. Zoals een recreatietuintje, een badkamer, een keuken. Ja, ik heb een soort, nou, ik heb niet echt een keuken. Een slaapkamer heb ik wel. Nou, zullen we maar eens naar gaan kijken dan? Ja, ik vind het wel leuk. Je hebt meer kunnen doen dan de vorige keer, omdat je nu World Edit kon gebruiken, toch? Ja, klopt. Ja, voor deze grote ruimte heb ik het inderdaad gebruikt. Ja. En voor de rest van de ruimtes heb ik het gewoon met de hand gehakt. Omdat, ja, ik, ja, dat is zo precisie. Klein. Dat zijn daarom. Kleintjes, weet je. Ja, daarom. Dus het heeft zeker geholpen, inderdaad. Ja, dit heeft heel veel tijd kunnen schelen, dit allemaal. Ja, enorm natuurlijk. Veel. Nou, leuk. Vooral dat je, zeg maar, dacht in plaats van ik bouw echt een duidelijke bunker. Het is gewoon een soort schuur, is het? Ja, eigenlijk wel. Ja, een klein huisje dan, of zo, ja. Daarin onder zit echt gewoon een hele veilige bunker. Precies, klopt. Oké, nou laten we doorgaan naar die van mij. Ja, jij komt hier aan. Lava en zo. Ja, ik wilde wel echt gewoon echt een bunker hebben. Gewoon, stel er is oorlog dat er gewoon niemand hierin komt. De brug die kan dan ook in, maar die heb ik speciaal voor ons, heb ik die uitgehaald zo. Oh, wow, oké. Okay. Ja, helemaal een systeem. Ik ga het niet laten zien, maar het werkt echt met redstone en zo. Ja, oh, oké. Okay. Nee, grapje. Hier hebben we een bunkerdeur die dan dicht en open kan klappen. Oeh, ja. Die kan er dan zo... kan niet dicht. Wat is dit? Ja, dat is de bunkerdeur. Kijk, en dan kan je hier met de trap zo naar beneden. Oh, heel trappetje. Hoppakee, heel trappetje inderdaad. Oh, wow. Zo, en dan kom je hier in sector 1 van mijn bunker uit. Hey, wat midden in sectoren, joh. Ja, we hebben twee sectoren, valt er mee. We hebben hier sector 1. In sector 1 heb je hier de tuinen waar je, zeg maar, het eten wordt gemaakt. Weet je, kunstmatige planten en kunstmatig voer. Okay, dus er kan ook nieuw eten gemaakt worden. We leven niet van blikjes. Nee, dat is ook dingetjes. Wij leven gewoon van echt nieuw voedsel hier. Dan hier de opslag en een computerruimte met beveiligingssysteem waar je boven alles kan besturen. Oh, ik heb die wat weggehaakt, waar je niet uit. Oh ja, dat was de hendel, maar voor de deur, die komen er nooit meer uit. Maakt niet uit. Nou ja, maar nee, dan hebben we hier een leuke, kijk, aan de bel, weet ik wat allemaal. Oh, wow. Gewoon een opslagruimte waar een beetje alles gedaan wordt. Ja. En dan gaan we nu naar sector 2, die zegt, jouw bunker is veel groter dan mijn bunker. Maar inderdaad. Je hebt alles dicht op elkaar gebouwd, vooral, merk ik. En hier hebben we sector 2, dat zijn de slaapruimtes. Hier hebben mensen hun armor, hun setjes, hun kleding. En er kunnen heel veel mensen in deze kleine bunker, want we hebben heel veel stapelbedden. Ja, maar dit vind ik wel vet, die bedden onder elkaar. Dat had ik eigenlijk ook toch? Doen. Ja, stapelbedden. Ja, veel compacter allemaal zo. Ja, maar ja, dat is het dan ook. Dat zeg ik, jouw bunker is wel een stuk groter dan mijn bunker. Jij hebt gewoon tuinen en badkamer. Maar kijk, ze kunnen niet wassen, maar ze kunnen ook nieuw voedsel regelen. Dat is net wat ze willen, weet je. Oh, hier heb je ook trouwens deuren. Dat zijn ook van die kluisdeuren, weet je. Oh ja, dat je dat extra beveiliging hebt natuurlijk. Extra beveiligings. Ja, dat was het eigenlijk al. Ja, ze hebben hele andere dingen eigenlijk, maar allebei toch uniek. Ja, dat is toch wel weer leuk. Toch het verschil wil je te zien. Het is altijd tot nu toe. Jij hebt meer dan ik. Elke keer als we iets bouwen, dan denk jij aan meer dingen dan ik. Ja, klopt. Ik denk maar dan maar aan drie verschillende dingen hier. Jij voert het wel beter uit allemaal. Dat is wel het ding. Ja, maar dat is het verschil. Dat is waar mensen dan ook op kunnen stemmen natuurlijk. Hè? Jullie kunnen stemmen in de reacties. Laat vooral weten. En niet alleen om mooiheid, maar ook gewoon het complete plaatje. Wat heeft meer? Wat is beter? Wat is functioneler? Waar zou je... In welke bunker zou jij liever willen schuilen, is de grote vraag. Precies. Dat zouden we wel in de reacties willen weten. Nou, ik vond het leuk. Het ziet er goed uit. Ja, zeker. Goed jongens, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Laat ons zeker even weten in de reacties. Welke bunkers zou jij het liefst in willen schuilen als je zou moeten? Stel, er zou gewoon één grote... het komeet aankomen. Ja. Je moet gaan schuilen in een van de bunkers. Laat vooral even weten welke. Heb je nou in de reacties achtergelaten? Kijk dan even lekker deze video.
Wow. Hierin maakt Sebastian en ik gewoon een gevangenis. Wow. En daarin hebben we ook hard gestreden tegen elkaar. Het was een hele leuke video. Zeker even kijken. En nu, dankjewel voor het kijken. Spreek je later. Glaasje water. Tot ziens.